Ja, oké. Joegoslav, 3 punten, ze waren heel erg nodig, hè? Ja, ik denk dat het is hoog tijd dat we thuis winnen. Ik denk dat de laatste wedstrijd tegen Westerlo we winnen 3 maanden geleden. Ik denk dat deze is winst voor onze voorzitter, voor onze supporters. Ik denk dat dat is voorzitter nu wel gelukkig na de presentatie in Gent. Ja, En voor het eerst sinds 1 jaar ben je nu voor de 2e keer weer aan de slag. Hoe voelt dat? Ja, maar ik ben altijd klaar. Ik ben altijd klaar voor spelen en ik kom op wedstrijd, like dat ik spelen en dan ik ben zit op bank en nu ik spelen, het is veel plezier voor mij ook en vandaag is de eerste keer mijn doktertje van 2 maanden komen en dit is winst ook speciaal voor haar. Je hebt ze ook getoond aan het publiek, hè, op het einde? Ja. Het is mijn zoontje van Luca. Ja, ik beloof als Lokker en win en papa goed spelen, dat hij mag komen op veld. Vandaag heb je niet veel werk gehad, maar woensdag had je heel veel werk en je hebt dat goed gedaan. Ja, woensdag is een paar baals ook. Vandaag, ja, maar ook is moeilijk 90 minuten concentreren op in wedstrijd. Als geen werk en nu is het een beetje koud en dit en, is een beetje moeilijk. Woensdag krijg je wellicht meer werk als het tegen Club Brugge gaat? Ja, maar als Lokeren vandaag speelt, lijkt vandaag. Maar ik denk dat is geen probleem. Ik zou zeggen, breng nog dikwijls je kinderen mee om ze te laten zien, want we moeten nog vaak winnen. Ja, dat is goed. Okay. Bedankt. Ja. Ja. Dat was heel goed. Heel goed, bedankt. Als dit goed, dan... Nee, het is goed hoor. Ja.